Op een goede treknacht komen er zomaar 2 miljoen vogels over Nederland vliegen. En dat soort massale trek, die kan je wel een paar dagen van tevoren voorspellen. Ik zie het probleem van 2 dagen vooraf zie ik niet als het grootste probleem. Oké, maar dan wil ik het toch nog iets compliceren. Ja? Want... Dat vind ik altijd uitdagend. Ja, wij willen namelijk voorspellen voor vogels waarvan we zeggen, nou die soort is een beetje bedreigd. Want we zeggen, er zijn natuurlijk ook vogels, weet je, er komt misschien wel een trek van nou, ganzen. Nou, er wordt altijd alleen maar geklaagd over ganzen. Dus men zegt, misschien willen we daar die molens niet per se voor stilzetten. Maar voor andere vogels juist wel. Ja, daar ga ik niks over zeggen. Nou, daar kunnen we niks over zeggen. Want u bedoelt dat u er nu niks over kunt zeggen? Nee, het gaat niet over nu. Ons onderzoek gaat daar niet over. Wij kijken naar, ik zeg het wel eens een beetje badinerend. Ja. Wij kijken naar kilo's vogelvlees in de lucht, per kubieke kilometer lucht. Oké. Okay. Nou ja, daar kijken wij naar. Want dat wordt ook wel wat wij zien. Wij kijken niet naar die ene vogel, dat kunnen wij niet. We kunnen dus niet zeggen, nou we kunnen de zwarte sterren eruit filteren en redden als het ware. Nee. Het zijn niet data die je even op je computer opslaat. Dat zijn waanzinnige hoeveelheden data. Dat moet nog gebouwd worden en pas daarna kunnen we met een fatsoenlijke analyse beginnen. Dus er is nog wel een weg te gaan. Ga jij in de toekomst je windturbine stilzetten? Afhankelijk van de wet. Maar zoals het nu is ingericht en het ecologisch nut nu heel is, zie ik daar geen enkele noodzaak toe.